Van harte welkom in deze Eucharistieviering, de zaterdag in de 12e week door het jaar. Welkom bij deze Eucharistie die wij vieren hier in de kapel van Chèvremont de Kerkrade. En ook die thuis bent, of in een verpleegkliniek, of ziekenhuis, of waar dan ook. We zijn niet ver van elkaar als wij in Christus met elkaar verbonden zijn. Heel bijzonder wil ik dit misoffer opdragen voor de zielrust van Tille Schonewille, die iedere dag deze mis heeft bijgewoond en vaak als commentaar zei, dank u. Zij is door de Heer geroepen om naar het eeuwig bruiloftsmaal te gaan. Wij willen voor haar zielrust deze Eucharistie opdragen en vragen dat zij vanuit de hemel nu voor ons ten beste spreekt. En met haar willen wij Eucharistie vieren en zeggen zoals zij zo vaak als commentaar toevoegde, dank u, wat Eucharistie toch letterlijk betekent. Dank u God voor dit grote geschenk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Van harte welkom in deze Eucharistieviering. Vandaag zullen we horen hoe Jezus meerdere mensen geneest. We horen hoe hij de knecht van een 100 man geneest. Daarna de schoonmoeder van Petrus. En toen de avond gevallen was, bracht men velen die bezeten waren bij hem en vele zieken. En dan staat er tot slot van dat lange evangelie met vele genezingen. Jesaja had al gezegd. Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Als Jezus ons verlost, is het door ons kwaad op zijn schouders te nemen. We gaan dat offer vieren, dat offer van onze verlossing, waarbij wij met al onze zwakheden naar hem toe kunnen gaan en wij ook onze overledenen aan zijn goedheid kunnen toevertrouwen. Om deze Eucharistie goed te kunnen vieren, vragen wij God en elkaar nu eerst om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Heer, ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Christus, ontferm u. Ons bidden. Heer, geef ons blijvende eerbied en liefde voor uw naam, want nooit onttrekt gij uw leiding aan hen die gij in uw liefde hebt gegrondvest. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de klaagliederen van de profeet Jeremia.
Meedogenloos heeft de Heer het gebied van Jacob verwoest en in zijn woede heeft hij de sterkten van Juda geslecht. Eerloos zijn rijk en bestuurders ter aarde geworpen. Zwijgend zitten de oudsten van Sion neer op de grond, in zakken gekleed en met as op hun hoofd. Jeruzalems meisjes laten het hoofd hangen. Mijn ogen zijn moe van geween. Hoe branden mijn ingewanden? Ontzonken is mij de moed. Mijn volk is zo zeer geslagen. Kinderen en zuigelingen sterven op straat. Zij vroegen hun moeder nog: waar is het brood en de wijn? Maar streden gewond met de dood in de straten der stad en gaven de geest op de schoot van hun moeder. Wat kan ik nog zeggen? Waarmee, Jeruzalem, u vergelijken? Wat kan ik nog aanvoeren, Sion, om u te troosten? Uw wonden zijn groot als de zee, en niemand die u geneest. De visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze wekken geen schuldbesef en wenden de rampen niet af. Waardeloos zijn hun orakels, misleidend. Roept met uw hart tot de Heer, de schutsmuur van Sion. Houd met wenen niet op. Geef aan uw ogen geen rust en de vrije loop aan uw tranen, dag en nacht. Roep geheel de nacht tot de Heer. Stort uw hart als water uit. Bid met de handen geheven dat uw kinderen leven die nu op de hoeken der straten van honger verkwijnen. Zo spreekt de Heer. Het refrein van de tussenzang: vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Wat hebt gij uw kudde nu voorgoed verstoten? Mijn God, laai dan uw gramschap telkens op. Denk aan uw volk dat gij u hebt verworven. De stammen die gij hebt gekocht als uw bezit. De Sion die gij u als woonplaats hebt gekozen. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Richt weer uw schreden naar die eindeloze puinhoop. De vijand heeft al wat daar stond verwoest. Waar wij u zochten, schreeuwen nu uw tegenstanders en plaatsen er hun standaard als trofee. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Zoals men met aks een weg bandt door het oerwoud, zo slaan zij met houwel en bijlen uw poorten in. Uw tempel heeft hem prijs gegeven aan de vlammen. De woonplaats van uw naam op aarde is ontwijd. Ze zeiden: laat ons alles tot de grond verwoesten. Uw heiligdom werden platgebrand in heel het land. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. Denk, Heer, aan uw verbond. De maat is vol. Uit alle hollen en spelonken loert de boosheid. Stel het vertrouwen der verdrukten niet teleur. Laat armen en bedroefden u loven. Vergeet niet achteloos het leven van uw kleinen, Heer. De Heer. Alleluia, 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 alleluia.
Onze heiland, Jezus Christus, heeft de dood vernietigd en onvergankelijk leven doen aanlichten door het evangelie. Alleluia, alleluia, alleluia. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u Christus. Toen Jezus in Kafarnaüm aangekomen was, kwamen 100 man naar hem toe die zijn hulp inriep met de woorden: Heer, mijn knecht ligt verlamd in mijn huis en lijdt vreselijk pijn. Hij sprak tot hem: Ik zal hem komen genezen. Maar de 100 man antwoordde: Heer, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak komt. Maar een enkel woord van u is voldoende om mijn knecht te doen genezen. Want al ben ik zelf een ondergeschikte, ik heb weer manschappen onder mij. En tot de een zeg ik ga en hij gaat, en tot een ander kom en hij komt. En naar mijn knecht doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, stond hij verwonderd en zei tot hen die hem volgden: Voorwaar ik zeg u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat velen uit het oosten en het westen zullen komen en met Abraham en Isaac en Jacob zullen aanzitten in het Rijk der Hemelen. Maar de kinderen van het Rijk zullen buiten geworpen worden in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. En tot de 100 man sprak Jezus: Ga, zoals gij geloofd hebt, geschiede u. En op datzelfde ogenblik werd de knecht gezond. Toen Jezus in het huis van Petrus gekomen was, vond hij diens schoonmoeder met koorts te bed. Hij raakte haar hand aan en zij werd vrij van koorts. Zij stond op en bediende hem. Toen de avond gevallen was, brak men veel bezetenen bij hem. Hij dreef door een woord de geesten uit en alle ziekten genas hij, opdat in vervulling zou gaan wat door de profeet Jesaja gezegd was: Hij heeft onze zwakheden weggenomen en onze ziekten heeft hij gedragen. Woord van de Heer. Een 100 man komt naar Jezus toe. Een centurion, dat is een niet-Jood, dat is een Romeinse 100 man... die 100 soldaten onder zich heeft. Een machtig man en tegelijkertijd weet hij zich heel zwak en klein. Hij heeft een knecht die hij niet kan genezen, die verlamd is en veel pijn leidt. Je kunt veel hebben in deze wereld. Aan geld, een mooi huis, voorzieningen. En je toch heel klein weten. Op het moment dat dat wat heel wezenlijk is, je als het ware tussen de vingers wegloopt. Je gezondheid. Een dierbare. Of je baan die je verliest. Wij mensen kunnen soms menen dat wij alles kunnen. Maar dat wij niet alles kunnen, blijkt wel in deze maanden van deze pandemie. We kunnen niet zomaar tegen het virus zeggen: Oh, wacht maar even, we nemen een spuitje en dan hebben we er geen last meer van. Nee, dat spuitje is er nog niet. En wanneer het komt, weten we ook niet. En zo zien wij in zekere zin onze broosheid, onze precariteit. Maar wat deze man doet, deze 100 man, hij gaat naar Jezus toe met een groot geloof. Hij weet: alleen Jezus kan mijn knecht genezen. Het groot geloof, zo groot dat hij zelfs uitspreekt: Jezus, als u maar één woord spreekt, dan zal mijn knecht genezen. Deze zin uit het evangelie herhalen wij iedere heilige mis. Met één verschil, dat wij niet bidden voor een knecht of iemand anders die ziek is, maar voor onszelf. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, dat gij onder mijn dak komt. Dat verdienen wij niet, dat Jezus naar ons toe komt in de communie. En toch, hij komt. Zoals hij ook komt in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Zoals hij komt naar de mensen die hij aanraakt en geneest. En dat is het geheim van ons geloof. Dat God geen God ver weg is, maar komt en ons aanraakt. Dat hij zijn woord spreekt. We zeggen aan het einde van de lezing niet: we bedanken mevrouw Lochman voor dit woord. Nee, wij danken God voor het woord dat hij spreekt. En het is Jezus
die zich uitdeelt. De priester zegt niet, dit is mijn lichaam, wijzend naar zichzelf. Nee, het is het lichaam van Jezus. En hij komt, hij wil bij ons binnenkomen, in ons leven komen en ons ten diepste genezen. Wij mensen kunnen soms aan de buitenkant blijven staan als het gaat over die genezing wat wij nodig hebben. Het slagen van een examen, verlossing van dit, krijgen van dat. Ja, maar wat is je diepste? Ik? Is dat niet dat wij aan God toebehoren, dat wij kinderen zijn van God? Wel nu, daar kan ook een breuk ontstaan. Maar wie genezen wordt op dat niveau, wie zich opnieuw met God verzoend mag weten, hij zal een vreugde ontvangen die nooit meer stopt. Na het coronavirus zullen er andere ziektes zijn. En ik kan u slechts één ding met zekerheid beloven. U gaat dood. En of het nu aan het coronavirus is, of kanker, of welke andere ziekte ook, we gaan allemaal dood. En we kunnen wel doen alsof wij het eeuwig leven hier op aarde hebben. Maar dat is een illusie. En toch, we hebben eeuwig leven. Eeuwig leven dat niet alleen begint na de dood, maar het eeuwige leven dat begint als je God toelaat in je leven. Want God gaat niet dood. God blijft en hij wil wonen in ons. En daartoe vieren wij Eucharistie. Om Jezus binnen te laten in ons hart. En onze ziel zal gered zijn. Amen. Leggen wij nu vol vertrouwen op Gods goedheid onze beden en vragen aan hem voor. Dat de verkondigers niet bang zijn om in de verkondiging duidelijk uit te spreken dat Jezus waarlijk de Zoon van God is en daarmee Maria de Moeder van God. Laat ons bidden. Voor de wereld dat men door de ervaring met het coronavirus werkelijk tot bezinning komt over de betekenis van het leven. Laat ons bidden. Voor de mensen in nood, op welke manier dan ook, dat gezien en geholpen mag worden, laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen, dat zij nu thuis mogen zijn bij God, laat ons bidden. Dit misoffer wordt opgedragen als gestichte jaardienst voor Annie Ploem op den Akker, voor Frank, Michael, Ahmed Bagwanji. Wij bidden als vierde jaardienst voor Leni van de Kuit Vonken. En wij bidden ook voor de zielerust van Til Schonewille, die de laatste maanden dagelijks de mis heeft gevolgd online, ook op haar ziekbed, en die door de Heer nu tot zich is geroepen. Dat zij allen thuis mogen zijn bij God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, vaar over ons. Goede God wil luisteren naar onze gebeden, wil geven wat uw vaderhart u ingeeft. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen.
Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer onze God, overvloedig zijn de gaven uit uw hand, en hoezeer verlangt gij dat zij ten goede komen aan alle mensen. Mogen onze gaven opgenomen worden in het offer van uw geliefde Zoon, die zichzelf gegeven heeft als verzoening voor ons allen, Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons al bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Zijn heengaan uit dit leven gedenken wij met liefde, zijn opstaan uit de dood beleiden wij in oprecht geloof. Zijn komst in heerlijkheid verwachten wij vervuld van hoop. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, 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 de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte Gods, bidden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. Wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, beware ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus, beware ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer, ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.
Laat ons bidden. God, rijkelijk hebt gij ons uw gaven meegedeeld, want uw genade laat zich niet meten met de zonde. Tot een nieuwe schepping hebt gij ons gemaakt in Jezus uw Zoon. Geef dat wij niet langer voor onszelf leven, maar voor hem die om ons gestorven en verrezen is, Jezus Christus onze Heer. Pagina 1236 vindt u het. Wees gegroet, wat we na de zegen zullen zingen. De Heer zij met u, met uw geest. Zegene u, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God. Ik hoorde vol genade, sprak de engel Gabriel, de bron van uw genade is God Emmanuel. Want onder alle vrouwen zijt gij gebenedijd. Gelukkig die aanschouwen in dank uw heerlijkheid. En meer nog zij gezegend, de vrucht van uw schoot. Door hen zijn wij genezen van eeuwigheid.